Klopt het dat als een man zijn vrouw laat huilen, dat haar tranen worden geteld, dat hij daarvoor gestraft zou worden? Wat is zijn straf? Dat weet ik niet. Weet iemand van jullie iets hierover? Ja, heeft iemand van jullie hier over ooit iets gehoord? Hadith of... ja, dat wanneer een man zijn vrouw laat huilen, dat haar tranen dan worden geteld en dat hij daarvoor gestraft zou worden. Dat is de kennis die wij vaak niet opzoeken. En een broeder zegt, heer, dat is de kennis die wij vaak niet opzoeken. Nee, wat wel bekend staat is dat Rasul zelf heeft gezegd, hetgeen wat het meest zwaarste weegt op de weegschaal van een gelovige om al qiyama, dat is husnul khuluq. Dat is husnul khuluq. En zei hij, en degene die het beste zijn, dat zijn degene die het beste zijn voor hun echtgenotes, voor hun vrouwen. En ik ben de beste voor mijn echtgenoten. En misschien voor mensen die wat langer willen leven. In de hadith staat, معنى الحديث حسن تقوى الله وحسن الخلق يعمران الديار ويطيلان في الأعمار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار تقوى الله وحسن الخلق يعمران الديار ويطيلان في الأعمار أي لم أخذ الفرطالة نعم تفضل.